ja. Nee, maar zie, niet iedereen weet wat het betekent. En dat is alleen als iemand het ziet, zeggen ze. Oh. Oké, ja. Dat is een knipoog. Daar ga ik mee lopen. Ja, anders waren we in de winkel en dan zagen ze dit ding staan. Op deze stoel. Huh? En ik moest een stoel hebben voor bij de computer, want ik zit hier dan altijd. Dus en toen zei oh, dat is wel een leuke stoel voor de, bij de computer. Dat scheelt toch wel een hele school. Grappig. En die olifant? Toen was de media van Peter Kruijl. Sorry? De olifant, heb jij die ook nog voor? Nee, dat is gewoon een lamp. Die heb ik opgekregen. En daar kan je ook nog op zitten. Ja, je werkt voor op de computer misschien ook. Ja, en dan ik ga ook op locatie vaak. Ja, en dan, voor de fotografie. Hè? Want dan die foto's heb je ook zelf gemaakt. Ja, klopt. Ja. En dan op locatie. Ja. Dus, nou, hier ga ik binnenkort een projectje heb ik hier mee met een balletdanseres. Die gaat dan op de klomp dansen. Die heb ik nu. Ik heb ze al hier, die zijn dan precies op haar maat gemaakt. En dan gaat ze dan op dansen. En, bijzonder. Ja. Dus dat is nog weer een wording. Maar... Ik vond het ook heel mooi hoe ze daar staan. Veters. Ja, het is een beetje, ik heb het op een sportschoen idee, heb ik, want als je dan de sportschoen heb je ook een sol en ook een fetus. Dat is een leuk idee, ja. Ik vind het ontzettend leuk. Ja, helemaal. Heel origineel.